Dan nu voor het echie. Stelling van de week. We zijn weer terug. Het is tijd om een stelling te behandelen. En dan gaan Salem en ik gaan een beetje uitvechten. Klopt het of klopt het niet? Zijn we het ermee eens? Zijn we het ermee oneens? Maakt niet uit. We gaan het erover hebben. De stelling van de week is... De focus op exclusiviteit is goed voor de nieuwe generatie consoles. En nieuw concept. Als we het niet met elkaar eens zijn, dan gaan we naar buiten. En dan doen we dat in een fysiek gevecht tot de dood. Ik ben immers in Rotterdam. En when in Rome, je gaat hier gewoon op de vuist. Precies. Brood en spelen. Dan komt iedereen zo met de piekjes meekijken. Ik heb zo ook net eerlijk mijn parkeerplek geclaimd op die manier. Ja, zo precies. Ik dacht, dit is Rotterdam. De wet van de jungle geldt. We gaan op de vuist. Exact. Ben je het mee eens? Ben je het mee oneens? De exclusiviteit van, wat zei je nou? Nou, oké, het is goed dat de nieuwe consoles gaan focussen op exclusieve games. Daar komt het op neer. Dat is de stelling. Mm. Dus PlayStation 5 en vooral de Xbox 2 of Project Scarlet of hoe we hem ook willen noemen. Die twee consoles die zijn duidelijk een beetje aan het knokken om studio's en games naar hun toe te trekken. Want ze zien nu allebei in, het is overduidelijk. Ik bedoel, Sony heeft de wedstrijd gewonnen, heeft de console war gewonnen deze generatie. Puur op het feit dat ze goed op de exclusieve games zaten. Ja. Dus de vraag is, het goed als we daar helemaal overstak in gaan en de volgende generatie consoles juist daarmee ingaan? Van we moeten het doen met de exclusive. Let's fucking go. Het draait niet meer om TV en sports en Twitter en TV. Dat sowieso niet. Het moet draaien om de games en vooral exclusieve games. Is het goed? De ja. Of de nee? Het antwoord is ja. En nee. En nee. Nee, ik denk dat exclusiviteit tot een zekere hoogte... Kijk, exclusiviteit heeft nooit ons als gamer verder gebracht. Dat is gewoon puur marketing trucje van bedrijven om jou naar hun console te krijgen. Je hebt ook altijd, zeg maar, wij kunnen nu hier anderhalf uur discussiëren over wat is beter, PlayStation of Xbox. De conclusie uit die discussie is bijna altijd, ja maar de exclusives en... Dit spelen mijn vrienden. Dus dat zijn een soort van. Dus ik denk niet dat exclusives per se ons als gamer direct helpen. Ik denk dat de focus op. Kijk, het zijn toevallig exclusives van Sony, omdat Sony die mindset gewoon had. Die heeft gewoon op een gegeven moment gedacht: oké, luister dan. Jullie hebben geen games. Xbox heeft weinig vette exclusive games. Wat wij gaan doen is: we gaan gewoon weer heel veel investeren in een soort reboot van God of War. En we gaan gewoon een hele vette singleplayer Spider-Man game maken. Die dus ook echt gewoon story-driven is. En gewoon eigenlijk is dat gewoon een hele klassieke open world superhelden game. Ze zijn sowieso heel erg aan het focussen op singleplayer. Precies. En ik denk dat die focus op singleplayer... Nou, singleplayer is niet per definitie beter dan multiplayer. Alleen het was gewoon een beetje uit balans nu. Heel veel was as a service. Of heel veel kwam met bepaalde DLC. Of het was een beetje net als Fortnite of Apex free-to-play. Dus heel toegankelijk, maar dan wel met die cosmetics en zo. En... Mensen hadden gewoon weer zin in een klassieke, ik tel 15'tjes neer. En ik heb gewoon... minimaal 8 uur aan high-end vermaak. Precies, en dat kan ik gewoon oppakken wanneer ik wil. Ik vind ook gewoon de instapdrempel van een singleplayer game lager. Want je pakt het gewoon op, je gaat het gewoon even spelen. Multiplayer kan je gewoon even een potje of twee doen. Maar met veel multiplayer games zit de fun er toch ook in om het met mensen te doen die je kent. Wat ook weer een opstapdrempeltje geeft. Want zijn je maten er wel klaar voor? Precies. Staat er iemand klaar op Discord? Precies. Ik denk dat het niet het feit dat het exclusief is. Het is daar kom ik zo wel even op terug nog. Ik denk dat het sowieso nu dat het de singleplayer is. Het is gewoon toevallig dat Sony dat alleen doet. En het voornamelijk doet met hun eigen games. Ja. Want Sony ontwikkelt geen games voor die multiplatform zijn. Dus dat komt gewoon daardoor. Dat gezegd hebbende... Ik denk het feit dat Xbox best wel op zijn bek is gegaan. Met sports TV. En sports. Dat wel natuurlijk een mooie voorbode is. Dat zie je nu al met die X. Dat ze zoiets hadden van, oké, qua hardware, daar hebben we het al heel vaak over gehad, heeft Microsoft zichzelf al prima herpakt. Ze hebben een customizable controller die je zelf kan ontwerpen. Ze hebben een controller voor de pro-gamer. Ze hebben een nieuwe console. Zowel een S als een X-versie. Dus gewoon S all digital. As all digital, dus voor elke markt wat wil, qua hardware zitten ze gebakken en mist hem gewoon nog op games. Mooie console. En ik denk dat, dat daar de exclusiviteit wel een hele mooie rol in speelt, omdat de keuze voor die singleplayer games lag bij Sony. Dus je bent dan niet meer afhankelijk van ontwikkelaars. Want Red Dead is ook een hele vette singleplayer game. Maar Microsoft, de Xbox, snoept als het ware van Rockstar dat zij dat multiplatform maken. Maar op het moment dat Sony het zo goed zelf doet, heeft Microsoft natuurlijk ook wel zoiets van, oké, wij moeten dit ook heel goed zelf gaan doen. En dan ben je dus niet meer afhankelijk van ontwikkelaars die iets maken en die vaak toch weer gebonden zijn aan een uitgever en weet ik veel. Is het gewoon echt Microsoft die games wil gaan maken
om hun systeem te verkopen. Yes. En ze zijn er gewoon achter gekomen, oh shit, singleplayer games, dat werkt gewoon fucking goed om je systeem te verkopen. Ja, nee, zeker. Dat heeft Sony gewoon bewezen. Ja, nou ja, zij hadden gewoon weinig echt singleplayer ervaringen die de Xbox One echt kon drijven. In ieder geval exclusieve dan. Ik bedoel, Quantum Break deed het niet, Recore was een teleurstelling, ja. Skillbound is geannuleerd, weet je wel. Er zijn zoveel missers geweest voor de Xbox One op het gebied van exclusiviteit, dat ze op een gegeven moment ook gewoon compleet uit het oog verloren waren. Ja. Denk even terug, 2 jaar geleden of zo zaten we met E3 zo van, nou oké, Xbox, wat heb je? Wat gaat de Xbox One nog verkopen vandaag de dag? Ja. Nieuwe Forza. Waar is Gears, weet je wel? Gears moet er komen, dan heb je misschien wat. Halo was toen ook al uit, weet je. De nieuwe was nog best wel ver weg. Er waren echt weinig exclusives om naar uit te kijken. Kwamen ze aan met Crackdown 3 of zo, weet je. Ja, dat werkte nog niet. Nee. Die game die sinds 2013 maar niet uit wil komen. En toen uiteindelijk uitkwam en een regelrechte teleurstelling was. Ja, wat ik wel heel grappig vind, is dat... bijvoorbeeld, als je kijkt naar de Game Pass of naar xCloud... Nu zijn ze lekker bezig. Nou, dat zijn van die alternatieve manieren om je games te verkopen. En daar gaat een bedrijf pas aan denken op het moment dat ze weinig echte hits hebben zelf. Yeah. Dat zie je namelijk ook, de PlayStation 3 had vette exclusives, maar was als... Dus wordt even... Ja, iemand neergestoken. Kut, volgens mij ben ik mijn parkeerplek kwijt nu. Ja, ik weet niet hoe de wetten van de jungle zijn, maar... Ze duwen met z'n allen jouw auto. Nee, maar... Je merkt namelijk dat PlayStation 3, die generatie heeft PlayStation min of meer verloren. Niet zo dik als Xbox One nu verliest, maar meer in de zin van de console was duur, hij was groot, hij was luid. Kwam later uit en op dat gebied was de 360, de controller werd door veel mensen meer gewaardeerd van de 360 dan van de PlayStation 3. Die DualShock had ook geen rumble erin zitten aan het begin. Maar toen zag je dat ze een beetje gingen investeren in dat PlayStation Now. Dat je je scherm remote kon besturen met je telefoon. Dat je je games op een gegeven moment ook naar PC kon streamen op bepaalde manieren. Het begon eerst met de Vita. Precies, maar dat is nu... werd dat in één keer ondergesneeuwd. Omdat het zoiets was van, oh wacht even, bij de PlayStation 4 doet het fucking goed. Dan gaan we gewoon op de klassieke manieren investeren. Ja, ja. Dat zijn die singleplayer games, et cetera, et cetera. En dan zie je dat Microsoft nu hetzelfde doet. Die gaat namelijk denken van, oké... Los verkopen onze games niet. Misschien moeten we een abonnementenservice maken. Misschien moeten we een xCloud. Misschien moeten we daar meer in gaan investeren. Streamen. Alle fucking vormen van een Xbox heb je. Dat soort shit. En ik vraag me af hoe dat eruit gaat zien. Wordt PlayStation te lui met de PS5? Nou, ze zijn ook bezig met studio's aanwinnen. Het lijkt erop dat ze Remedy willen aankopen. En ik bedoel, ze hebben nog steeds een RA. Gewoon echt. Ze hebben een bataljon aan ontwikkelaars die echt, weet je wel, bewezen hebben gewoon klassiekers af te kunnen leggen. Ja. Weet je, hebt je The Last of Us, je hebt je God of War, ze hebben zoveel soort van gunpower op het gebied van gewoon goede studio's, van je weet dat ze hits af kunnen leveren. En Xbox heeft een heleboel studio's opgekocht, maar ze zijn niet allemaal die zegt van, oh, dat zijn regelrechte hitmakers. Weet je, de gasten van State of Decay, Undead Labs, die hebben 2 State of Decay games gemaakt die een beetje net niet zijn. Ja. Dan hebben ze Playground Games opgekocht die een hele mooie Forza Horizon kan maken, maar die ze misschien op een RPG gezet hebben. Misschien zijn die nu wel bezig met Fable 4. Kunnen ze dat wel? Dat zijn de gasten van Race Games. Zo heb je er nog wel meer, weet je. Kijk, Rare is ook heel omstreden. Rare was vroeger echt een legende. Die heeft de Nintendo 64 era... Gewoon zeiden mensen, Rare is het enige wat ik wil spelen. Dat is de real deal, weet je wel. Echt je Banjo-Kazooie en zo. En die zijn ook een beetje verwaterd en minder relevant geworden. Die hebben dan nu wel Sea of Thieves. Maar weet je wel, wat gaan die straks doen voor de nieuwe Xbox? Dat... Ja, ik weet niet. Dat is moeilijk. Xbox heeft heel veel acquisities gedaan. Van een heleboel studio's weten we dus ook niet waar ze mee bezig zijn. Ja. Maar ze lijken wel meer focus te willen leggen op toch wel weer die exclusive toppers gaan bieden. Sony is meer manschappen naar binnen aan het halen. Ik ben echt heel erg benieuwd wat we straks gaan zien aan exclusives. Nou, ik hoop gewoon dat het dus... Want je ziet dus inderdaad heel vaak dat zeg maar een console... verliest een generatie bewijs van en dan daar het jaar erop herpakken ze zichzelf. Maar ik heb nu inderdaad heel erg het gevoel dat Microsoft inderdaad heel veel kleine namen heeft die waar zomaar ineens een parel uit kan komen. Die spreiden heel erg hun kansen, zeg maar. Of nemen meer risico's met kleine bedrijven. En Sony heeft inderdaad gewoon een paar gevestigde namen waar ze gewoon heel erg in gaan zitten. Dus het zou zomaar eens gewoon voor kunnen komen dat de volgende generatie er niet één partij zwaar overmeestert, maar dat ze gewoon echt ouderwets
keihard nek aan nek gaan racen. En oh, dan, dan winnen we allemaal natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk, kijk, dat is het goed als, als er gefocust wordt op exclusives. Want dat wil gewoon zeggen dat elk platform, dat in ieder geval het platform zelf heel erg bezig is met nieuwe exclusieve dingen. Ja. Goede dingen naar dat platform brengen. Dat klinkt alsof er dan meer vuur op, zeg maar, de console war olie, of meer olie op het console war vuur gegooid wordt. Ja. Maar dat is uiteindelijk als consument heb je daar heel veel baat bij als, als bedrijven mits, dat doen. Mits je allebei de consoles hebt. Want dat is natuurlijk wel het nadeel bij, zo, bij zo'n gerucht als dat van Remedy. Het wordt natuurlijk wel problematisch op het moment. Nou, problematisch wordt natuurlijk wel vervelender op het moment dat Sony of Microsoft bestaande namen gaan, gaan kopen. Dus ik vind sowieso bijvoorbeeld zo'n game als Spider-Man. Ik vind dat best wel naar. Dat ik snap het, want Spider-Man zit deels ook nog steeds onder Sony. Maar ik vind het best wel naar dat dat exclusief is. Want er zijn best wel veel kids, jonge kids in Amerika die een Xbox hebben. Omdat de Xbox daar gewoon groter is. Die dus gewoon niet Spider-Man kunnen spelen. Omdat het exclusief is voor een andere console. En dan zet je die kids en hun ouders achter een paywall van een paar honderd euro om dat spel te kunnen spelen. Ja, goed, je kunt het ook niet gratis weggeven. Dit is wat die consoles gaat drijven. Dit is wat ervoor zorgt dat je zegt, tuurlijk, oh, daarom wil ik een PlayStation 4 of een Xbox One. Niet omdat al je vrienden op dat platform zitten. Die zijn dan waarschijnlijk meer verspreid, omdat er overal verschillende exclusives te halen maar denk zijn. Maar denk je dat Microsoft exclusief blijft? Want de ik denk dat ze nog steeds heel veel gaan focussen op PC. Dus hun exclusiviteit betrekt heel veel, zeg maar, het Xbox. Nou, het Xbox platform is niet alleen meer de console. Nee. Het Xbox platform zit nu ook steeds meer op PC. Ik bedoel, ik heb de Xbox Game Pass op PC en op mijn Xbox One, maar ik vind mijn PC super fijn, want er zitten nu ook allemaal goede games op. Ja. Dus het is, dat is meer en meer is het minder een console aan het worden en meer een soort van merk wat een paar dingen overkoepelt. Ja, want bijvoorbeeld Minecraft is natuurlijk ook van Microsoft, maar dat kun je ook gewoon op je PlayStation spelen. Ja, ja. Wat wel ook, en natuurlijk dat hele Minecraft Earth, dat is dat, zeg maar, augmented reality Minecraft. De Pokémon Go van Minecraft. Bijvoorbeeld. Die hebben ze natuurlijk in eerste instantie gedemo'd op de HoloLens toen met de E3. Maar ze hebben het spel dus gewoon nog een keer laten zien tijdens de persconferentie van Apple. Ja, out of all fucking bedrijven. Ja, ja, Microsoft is heel erg bezig met het hoeft niet meer allemaal op onze platformen. Nee. Wij maken het voor iedereen. En als ons platform overal bereikbaar is, vinden we dat ook prima. Dat is het. Ik denk dat een hele zuivere houding is. Komt er een xCloud app voor je Switch? Dat is wel waar wat ik al langer verwacht. Dat zou echt niet uitsluiten. Ja, dat is wat ik wel langer verwacht. Dat je straks Sea of Thieves speelt in de trein op je Switch. Maar dan vanuit de cloud houdt. Waarom helemaal moeilijk doen met... Want je merkt gewoon ook, algemeen in de techwereld, maar dus Microsoft's variant daarvan is dat hardware, het is gewoon steeds moeilijker om goed geld te verdienen met hardware, omdat we gewoon best wel tegen een plafond aan zitten en we heel erg achterlopen op batterijtechnologie, dus we zitten in een soort fase dat het lastig is met hardware. Je ziet het in smartphones, je ziet het in tablets, de innovatie is gewoon miniem, relatief aan vroeger. Ja. Dus je ziet ook dat Microsoft zoiets heeft van, waarom zouden we tering veel moeite doen om een hele nieuwe console-idee te verzinnen, à la de Switch. Hè? Dat is echt een ander soort hardware. Ja. Nee, we maken gewoon Project Scarlet. In principe gewoon een Xbox-console, maar dan gewoon met nog krachtigere hardware en een SSD. Klaar, net als wat PlayStation gaat doen. Maar wat zij er bovenop doen, is ze investeren in een service, een abonnementservice, die je misschien zometeen ook wel gewoon op je Switch kan gebruiken. Die hardware is mobiel al. Of je mobiel. Kijk, je mobiel is dan natuurlijk wel een veel kleiner display. Ja, maar goed, een tablet of het zo. Het is inderdaad bestaande hardware. Fuck it. Gooi het op iPhones, gooi het op iPads, gooi het op Nintendo Switches. Als ze dat gaan doen, dan gaan ze nog meer focussen op de exclusives. Want ze willen dingen hebben die ze dus op dat platform kunnen lanceren. En dat is niet alleen de console, dat is ook je mobiel en ook misschien wel je Switch. Dan laat je dus echt een console los, want dan ben je echt zo van, oké, luister, je hebt al een Switch, maar we gaan jou niet lokken naar onze console met je Switch. Nee, hou maar je Switch. We gaan jou lokken naar onze... goed internet hebt. Precies, we gaan je gewoon fucking lokken naar onze service. We gaan je lokken naar een app waarop gewoon, Gears of War 5 speelbaar is. Maar dan klinkt het ineens super rendabel, want zo'n service is natuurlijk maandelijks, dus je moet mensen sowieso 2-3 jaar vasthouden, wil je er de kosten van een console uithalen. Ja. Maar tegelijkertijd, je bent niet meer alleen hartjes aan het winnen van mensen die een Xbox verleden hebben. Want laten we eerlijk zijn, de meeste afnemers van Xbox zijn mensen die al langer bij die generatie zitten. Fans of... Fans inderdaad. In Amerika heel veel fans. Heel Amerikaans bedrijf natuurlijk. Maar het zou natuurlijk super sick zijn als je gewoon hartjes kan winnen van mensen die gewoon een hele andere console, een hele andere doelgroep. Mensen die op de Switch zitten te gamen. Het is heel erg de filosofie van Phil Spencer nu ook. Hè? Weet je, de Xbox topman. Ik bedoel, ga interviews kijken. Hij heeft het heel erg over...
bepaalde games, zegt hij van, het zou het fijnst zijn als iedereen die kan spelen. En ik wil geen limieten, weet je wel. En daar is ook de Game Pass ook heel fijn. Dat je niet met je maten hoeft te bespreken, heb jij die game wel, heb je die game niet, kom samen spelen. Ja, als je zegt van, je hebt Game Pass, oh, dus dan heb je Sea of Thieves. Daar haal even binnen en gaan we samen spelen. Ja, dat is het. Ja. En ik denk dat, dus om terug te komen op de stelling, ik ben het niet met de stelling eens, omdat ik denk dat het niet helemaal gaat gebeuren. Ik denk dat Sony wel meer zal gaan focussen op exclusives. Ik denk oprecht dat Microsoft, zeker ook met die filosofie, niet per se gaat focussen op console exclusives, maar eerder games en studios gaat binnenhalen voor die services. Ja. Ja, echt gewoon dat je dus gaming wel toegankelijk maken voor iedereen, maar dan wel via het portaal genaamd xCloud of het portaal Xbox. En ze kan natuurlijk ook nog gewoon een console maken die de games gewoon lokaal doet. En een hele sterke, als je Project Scarlet het verhaaltje mag geloven. Maar dat wordt denk ik echt oprecht 50-50 voor hun uiteindelijk. Ja, ik denk het wel. Dat, voor hun is dat waarschijnlijk de toekomst. Maar dat wil wel zeggen dat beide partijen, zowel Sony als Microsoft, willen speciale, goede titels naar hun platformen trekken. Het is alleen zo dat die van Xbox waarschijnlijk wat hybride wordt. En zelfs Sony heeft ook gezegd dat ze misschien wel wat dingen gaan proberen met streamen. Tuurlijk, ze hebben PlayStation Now staan. Ja, maar het is anders. Tuurlijk, maar ze moeten gewoon even hun R&D development of R&D afdeling gewoon zeggen van, oh luister dan, jullie waren nu allemaal bezig met andere dingen, jullie moeten gewoon het project PlayStation Now weer oppakken. Nou, ze hebben dus ook een dealtje gesloten met Microsoft om samen te gaan werken in de cloud, dus waarschijnlijk gaat de PlayStation streaming dienst lopen op services of hardware van Microsoft. Wat is ook weer logisch, want dat is dan niet Xbox, dat is gewoon het overkoepelende Microsoft, wat een tech-gigant is die dat kan handelen. Ik wil niet zeggen dat ze samen een service gaan maken, maar het is gewoon, ze nemen de service af van Microsoft. Makes sense, dat is gewoon logisch. Ja, slim zijn goede service. Nou, lang verhaal kort. Exclusives, goed, ik zeg is goed voor de markt. Het is mooi als we daadwerkelijk dat soort wedstrijdjes gaan hebben. Ik zou zeggen, het gaat sowieso gebeuren. En ik denk dat de consoles er baat bij hebben. Of de consument er baat bij heeft, uiteindelijk wel. Maar je krijgt wel die splitsing. Maar precies. Ik denk dat die splitsing is gezond. Concurrentie is goed voor de markt. Dus de concurrentie hebben van PlayStation tegenover Xbox. Ja, nee, dan moet je de zure appel moet je doorheen bijten. Moet doorheen. Dat jij Spider-Man niet kan spelen, wil wel zeggen dat jij straks Halo krijgt, weet je wel. Dus precies, dat is de wisselwerking. En zo blijven ze elkaar ook een beetje wakker houden. Want nu merk je gewoon, PlayStation doet het zoveel beter. PlayStation heeft Xbox wel wakker geschud van, maat, Xbox One heeft in een coma gelegen, dude. Exact, maar nu moet Xbox wordt wakker geschud. Maar dan moeten we eigenlijk niet weer 5 jaar lang een kut PlayStation hebben. Dat moet veel dynamischer zijn van, dit jaar was Xbox beter, Het is wat je zegt. Ik verwacht ook wel dat ze meer nek aan nek gaan. Ik hoop dat ze meer nek aan nek gaan. Ja. Want het hele Xbox-verhaal was de afgelopen jaren ook gewoon best wel schraal. Ja. Ik had medelijden met Phil. Telkens weer als hij op het podium denkt, Phil, mijn jongen. Haalt hij dit jaar Keanu Reeves erbij, denk ik, mijn jongen. Gozer, you're breathtaking, Phil. Ja. We hopen dat volgend jaar E3 iedereen zich gewoon volledig aftrekt op jou. Omdat het fucking mooi is wat je presenteert. Ja. Dat is denk ik de consensus van deze hele video. De hele video, de consensus is, Phil Spencer, biertje doen? Phil, biertje doen? Biertje doen. Thanks voor het kijken, dat is de van de week. Mocht je zelf een leuke inbreng hebben op deze hele discussie, wat vind je ervan, de exclusives voor PlayStation, voor Xbox? Wie staat er sterker voor? Wie gaat winnen volgens jou? Laat het ons allemaal weten, zijn reacties voor, praat lekker met ons mee. Gooi misschien een nieuwe stelling erin, dan kunnen we volgende week los met jouw stelling. Als je iets leuks hebt, anders gaan we het gewoon lekker hebben over de console. Mocht je niet weten, in... Scootertje. Dat is mijn auto. Die is gewoon gehotwired. Mocht je niet weten, in Gameset V6 is natuurlijk al nu een heel tijdje uit. Maar op het moment dat je een reactie achterlaat en iemand reageert er weer op, dan krijg je gewoon een mailtje. Ja, dus je kunt het gewoon niet, je hoeft niet meer terug te zoeken naar een nieuwsartikel. Dus reageer juist. En als je het niet eens bent met iemand, tag ze. Gewoon reageren op die reactie. Dan krijgt zij een mailtje. Op de man aanvallen. Gewoon gelijk. Hey, je bent dom. Wat je zegt is we dom. We meeten in Roffa en we gaan op de vuist. Maar dan wel onderbouwen waarom die fucking dom is. Ja. Altijd argumenten gebruiken. En dan gebruiken. En dan gezicht. Als je er niet uitkomt. Zo doen we het hier. Ik integreer lekker in Rotterdam, heb ik het idee. Ja, je doet het goed. Ja. Tom, ik ben trots op je. Ja, het is jammer dat we het met elkaar eens zijn. Anders hadden we gewoon nauw naar buiten gekund en gewoon echt dit uit kunnen vechten. Ik versta geen reet van wat je zegt. Wel de hele aflevering niet. Maar, tot volgende week. Reageer op elkaar en discussie. Fijn. Interactie. Stuur ons aan. Ja. Fade out.
Fade-out. Dit is, hier moet je fade-out. Ja. Fade-out. Doen we nu een soort minimalistic dat je dan nu fade. Oh nee. Terwijl ik dan zo naar die camera loop. Nee. Een stukje behind the scenes, hè. Die camera zetten we ook mooi. Fijn dit.